kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en jullie hebben waarschijnlijk wel gemerkt dat er vorige week geen weekvlog online was gekomen. Dat kwam omdat ik gewoon letterlijk maar 2 dagen van de week echt heb kunnen filmen. Ik moest gewoon naar allemaal verschillende plekken waar ik gewoon niet zo goed kon vloggen. En daarom heb ik maar besloten om het toch maar een weekje over te slaan. Ik vind het altijd heel vervelend, want ik weet gewoon hoe leuk jullie het vinden om mijn weekvlogs te zien. En ik vind het zelf ook altijd heel erg leuk om een weekvlog online te zetten, want ik krijg altijd superleuke reacties van jullie en zo. Lukt er gewoon even niet. Daar baal ik van. Maar goed, we zijn er nu weer met een nieuwe weekvlog. En ik hoop dat jullie er weer een beetje zin in hebben. En dat jullie het me vergeven natuurlijk. Sorry, maar we gaan er gewoon weer een leuke week van maken. Dus dat is helemaal top. Vandaag ga ik eigenlijk niet zoveel doen. Ik moet een video editen en verder. Ja, ik weet niet. Gewoon lekker chillen. Ik heb niet echt een heel erg weekend gehad. Ik had het best wel druk en zo. Dus ik heb nu zoiets van, nou, vandaag even chill. Even lekker rustig. En ja. Oké, het is inmiddels alweer avond. Ik heb gesport en alles. En ik ga zo meteen naar bed. Ik ben buiten adem van de trap. Ik heb een vraagje aan jullie. Want zoals jullie weten ben ik best wel met mijn bullet journal bezig en zo. Maar ik heb nu een beetje een andere manier uitgevonden. Ik wil nu juist meer met foto's en plaatjes werken en zo. Alleen onze printer die is dus niet echt heel erg goed met foto's printen. De kleuren en zo komen helemaal niet goed uit. Dus nu was mijn vraag. Weet er iemand een goede printer die ik kan kopen? Die ook niet al te duur is, maar die wel gewoon mooie foto's kan printen. Ik heb geen idee of iemand van jullie hier antwoord op kan geven. Maar dat zou me wel heel erg helpen. Want ik weet niet zo goed waar ik naar moet zoeken. En wat belangrijk is als je graag foto's wil printen en zo. Dus mocht iemand een idee hebben, let me know. En ja. Goedemorgen, het is vandaag... het is vandaag dinsdag. Ik moet even mijn laptop pakken. Nou, het is vandaag dinsdag en ik ga vanavond naar het lunchconcert op Fontys van derdejaars kijken. En daar heb ik heel veel zin in. Dan blijf ik bij Machtel slapen. Dat is een vriendin van me. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dat is heel erg leuk. Dan blijf ik dus lekker in Brabant een nachtje. Dan ga ik morgen weer naar huis, morgen vroeg. En ja, ik ben trouwens echt super blij met mijn lookje. Die rode lippen, die heb ik echt nooit, maar I really like it. Ik ben nu onderweg naar Tilburg en dan ga ik vanavond naar het concertje. Ik heb er echt super veel zin in. Ik moet nog wel even reizen, maar goed, ik ben het nou inmiddels wel... Ik ben nu inmiddels wel gewend. Ik ga echt elke week, geloof ik, 2 keer per week naar Tilburg. Dat is echt niet normaal, 3 keer soms. Dus ik ben het nou wel gewend, maar ik heb er wel heel veel zin in, dus... Oké, excuse my looks. Ik zie er niet uit, maar dat maakt niet uit. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb vannacht dus lekker bij Machtel geslapen. Was echt super gezellig. Weet niet, ik ga even in mijn bed zitten. Aangezien ik al de hele dag in mijn bed lig. Ik moet gewoon even wat kwijt. Ik merk gewoon heel erg aan mezelf dat ik echt super moe ben de hele tijd. Ik lig nu ook alweer de hele dag in mijn bed. Ja, ik weet niet zo goed wat ik nou hiermee wil zeggen, maar ik merk gewoon echt dat ik zo moe ben van al het... nadenken en zo. En ik denk de hele tijd echt heel erg over volgend jaar na. En of ik word aangenomen op mijn studie. En het maakt me zo ontzettend moe. En ik heb heel erg het idee dat mijn weekvlogs daaronder lijden. En dat vind ik heel vervelend. Misschien, ja, ik heb echt wel het idee dat als het straks ook weer gewoon mooier weer wordt. En ik weer wat leukere dingen ga doen. Het is nu trouwens ook heel mooi weer hoor, daar niet van. Maar ik bedoel, als ik weer wat meer leukere dingen ga doen. Dat het allemaal wel beter gaat worden. Maar... ja, ik weet niet. Ik ben gewoon een beetje moe. Zeg maar niet moe, echt in moe, maar gewoon mentaal moe. Gewoon best wel veel stress en zo. Maar ja, dat wilde ik even kwijt. Verder boeit het eigenlijk niet zo. Maar ja, ik wil wel gewoon eerlijk tegen jullie zijn. En ook waarom misschien mijn vlogs niet altijd even uitbundig zijn. Of even dat ik altijd leuke dingen doe. Oké, ik ben bezig met mijn kast zomerproof maken. Hier heb ik sowieso al wat... zomerse dingen hangen. Maar ik vind het zo moeilijk, hè. Echt, I can't. Ik heb zoveel kleding. Ik heb nu al mijn truien en dingen wat ik gewoon niet zo vaak aandoe in deze 2 bakken liggen. Maar ik heb gewoon zoveel. Echt, oh my god. Ik heb heel even heerlijk in het zonnetje gezeten. Het is alleen nog wel een beetje frisjes. Er staat nog een beetje een koude wind.
Dus ik heb maar opgegeven. Maar volgende week wordt het als het goed is echt super mooi weer. Ik heb daar... Er loopt iemand langs. En ik heb daar echt super veel zin in. Want dan ga ik lekker chillen in mijn tuin. Hopelijk even een beetje een kleurtje krijgen op mijn gezicht. Zeg maar mijn benen en mijn buik en zo. Die zijn al wel redelijk bruin van vakantie in januari. Van Curaçao. Maar mijn hoofd, ik lijk wel een vampier. Dus ik wil echt weer even een kleurtje krijgen op mijn gezicht. Maar ja, dat gaat nu niet echt werken. Want de zon is echt nog niet sterk genoeg daarvoor. Dus goedemorgen, het is vandaag donderdag. Hoe begin ik mijn donderdag altijd? Kunnen jullie het al raden? Met Temptation Island. Dus ik ga even lekker Temptation Island kijken. Dat is echt standaard hoe ik mijn donderdag begin. Als ik op donderdag wakker word, dan schiet er in mijn hoofd dat er een nieuwe Temptation Island online staat. Dus dat is altijd hoe ik de dag begin. Dus ik ga even genieten van Temptation. So, I'm ready for the day. En ik ga zo meteen even naar zolder, want daar ga ik eventjes achter mijn keyboard solfège leren. We hebben echt pas over 6 weken een toets, maar ik ben zo'n chickie die zeg maar alles inplant. Toets hebben we echt pas over 5, 6 weken, maar ik heb voor mezelf een planning gemaakt zodat ik weet wat ik elke week moet doen. Dus dat ga ik doen. Dus ik ga zo meteen naar zolder, ga ik dat doen en dan vanmiddag ga ik naar papa, naar zijn kantoor. En dan ga ik daar zangles oefenen, want ik heb morgen weer zangles en ik moet nog een nieuw nummer voorbereiden. Maar dat komt helemaal goed, die ken ik wel een beetje, dus dat komt goed. S, bes, bes, S, S, D, C, C, G, F, S, D, C, D, bes. Nummer zit echt in mijn hart gesloten. Dit is zeg maar het nummer dat ik 2 jaar geleden op mijn eerste Fontys auditie heb gedaan. En ik blijf het zo'n lekker nummer vinden om te zingen. En nu ga ik nog even mijn laatste auditienummertje oefenen. Dat doe ik even zonder camera, want ik heb even... Nu stik ik gewoon in mezelf. Ik heb even concentratie daarvoor nodig, dus... Oh, ja, Kim. Kim, een vlog hoort zeg maar super spontaan te zijn. Nou, ik ben gezellig bij Kim. En Kim heeft gewoon het beste vlograam die je maar kan bedenken. Ik ben klaar. Hallo allemaal. Hey. Nou, dit is Kim. Oh. Hallo. Moet ik weer een introductie? Nee hoor. Wat gezellig. Zus. Nu gaan we naar Thijs. Of gaan we naar Nieuws? Ik heb geen idee. We gaan gewoon eten als we hebben honger. We gaan eten.
Dus. We gaan zoeken naar het eten. Let's go. Kom maar mee. Ja. Nee. Kom op, Kim. Even oefenen. Nee, dat lukt niet. Ik wilde de wc op, maar het lukt niet. Je gaat ook camera erbij. Kim. Ja. Ogen dicht, mond open. Pak. Nee. Hoe gaat dit uit? Mag ik iets lekkers geven? Oh my god. Horen jullie dat? Ogen dicht. Nee. Hoe is normaal? Oh my god! Kim! Kim! Kom nog een keer in mijn eigen kamer binnen. Jezus Christus! Ik zal hem snel achter me dicht doen, want hier wil je niet meer in hoor. Ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten van deze superleuke avond. Kim en ik gaan nu lekker slapen. Slaap lekker. Slaap lekker. Nee, ik zie jullie morgen wel weer. Tot morgen. Morgenavond. Niets normaal. Ik heb dus echt helemaal niet meer gefilmd dit weekend. Maar gisteren was ik gewoon super moe en ben ik eigenlijk gewoon naar bed gegaan. En vandaag was ik met wat kennissen naar de stad. En ik heb wel wat dingetjes gekocht, maar die laat ik even zien in de volgende week vlog. Dus ik hou jullie even in spanning. Het is niet zo boeiend. Ik heb niet heel veel gekocht. Dus wees maar niet bang. Maar goed, in ieder geval, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om naar deze vlog te kijken. Sorry dat ik nu een beetje onscherp word. Maar ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.